Hoi allemaal. Vandaag hebben we weer een video voor jullie en dit keer gaan we iets heel bijzonders testen. Ja. Namelijk insecten. Ja, nootjes met pootjes. Ja, en een soort van kipnuggets die geen kipnuggets zijn, maar die bestaan uit insecten. Buffalo wormen. We hebben er niet heel veel zin in, want we hebben het allebei nog nooit gegeten. En ja, ik vind het wel een beetje spannend. Maar het is echt, het wordt een nieuwe trend. En het is zeg maar tegen de voedseltekorten in de wereld. En ja. Omdat dit veel goedkoper is om te kweken dan gewone koeien ja. En zo. Nee, maar het is ook, er staat hier ook in, we hebben er een boekje bij gekregen. En er staat ook in dat het dat insecten zich veel makkelijker vermenigvuldigen. Waardoor we heel sneller veel meer hebben. Ja. Dus dat is een beetje wat het is. En het, toch? Ja. Ja, het is heel gezond. Ja. Er zit heel veel eiwitten en zo in. Nou ja, precies. Net als in vlees en vis. Ja. Okay. En je kan er ook chocoladekoekjes van maken. Dus dat is ook wel een voordeel. Krekel chocoladekoekjes. Okay. Maar om het zelf een beetje op te bouwen, want ik vind het een beetje nog wel een beetje creepy, gaan we eerst de nuggets eten. En daarna gaan we deze leuke doosjes eten. Want in deze doosjes zitten zeg maar meelwormen en krekels. En die zien eruit alsof je ze gewoon ergens in de hoek van je huis hebt gevonden als je niet hebt schoongemaakt. Dat. Deze hebben we op de huishoudmarktbeurs gevonden. En deze kan je gewoon in de supermarkt kopen bij de Jumbo. Ja. Dus. We hebben deze net even opgewarmd. Ja. Dat is denk ik het lekkerst. We hebben het gewoon in de pan gedaan. Ik, jij eerst. Wat een creep. Oké. Ja, waarschijnlijk hoef je er niks aan. Maar nou, het is gewoon vegetarisch vlees, zo proeft het. Ja, het is dus niet vegetarisch, maar... Nou ja, ik eet nooit vegetarisch vlees, maar proeft dat ook zo droog? Nou, verschilt. Misschien met een sausje. Ik zou er dan iets van een saus van mayonaise en ketchup of zo bij doen. Dan vind ik het nog wel oké, maar ja, ik vind het wel een beetje. Best lekker. Het is wel gewoon lekker. Ja, nou, je ziet er geen beestjes in. Dat vind ik ook wel fijn. Ja. Ja toch? Er zijn gemalen hierin. Zo'n boompje eigenlijk. Nee, maar het is best leuk om een keer te proberen. Nee, maar met een sausje, ja. Nee, nog hapje. Nee, maar ik... Ik zou het met een sausje eten. Ik vind het niet zo heel lekker. Nou. Oké, okay, we beginnen met deze wormen. Het ziet er gewoon uit als die dingen die je gewoon bij de dierenwinkel kookt. Voor, ik weet niet, om te gaan vissen of zo. Ja, of dit ziet er ook gewoon uit alsof het iets is wat je niet kan eten. En wat je vindt in iets als je te lang laat staan. Oh my god, het leek alsof ze bewogen. Ja, dat denk je de hele tijd. 3, 2, 1. Ik weet niet hoor. Ja, als je niet bedenkt dat je iets aan het eten bent wat je niet wil eten, dan is het best oké. Ja, het is een. Ik vind niet een nootje is veel steviger en veel. Ja. Je moet denk ik een hand nemen of zo. Ja, het is een beetje een schilletje. Ja. Het is heel licht eigenlijk. Gaan we nu door naar de krekels? Oeh! Ja! Het is zo dirty! Als je erin kijkt, denk je nou, dit wil ik helemaal niet eten. Als je die ogen dit wil ik gelijk weggooien. Ja. Dus ik vind het. Het is, zo'n soort gewoon een dode dikke. Oh, het is echt heel vies! Ja. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Hij ziet echt gewoon die ogen. Ja, niet kijken. 1, 2, 3. Oh, ik weet het. Het is ook heel droog en ik hou hem niet eens weg. Nou ja. ik dacht eerst dat ik een hap zand had. Omdat het een beetje. Ja. Maar op zich geeft het wel. Ja, dit hebben wij gegeten net. Het is wel een beetje. Het heeft wel smaak. Het is wel een beetje zoutig. Ja, het is wel zoutig. Dus als je van zout houdt. Ik vind die pootjes hier. Oh. Nee, maar het is wel een beetje. Nee, het is echt aan te raden. Ik zou het echt een keer proberen als ik jullie was. Wij vinden het niet zo lekker, maar er zijn mensen die het wel echt heel lekker vinden. Kijk, het is op zich niet vies. Nee. Maar omdat je ziet dat het is, daardoor vind je het bijvoorbeeld al vies. Dit was onze insecten eten video. We hebben er heel wat voor over dat we dit hebben gedaan. Ja. Dus we hopen dat jullie het leuk vonden om te zien hoe insecten eten eruit ziet. En hoe de dingen eruit zien en wat het nou precies is. Zijn benieuwd of iemand van jullie het al eens heeft geprobeerd. Ja. Laat het dan echt even weten, want wij zijn benieuwd of er mensen bestaan die het gewoon dagelijks eten als snack of gewoon in een snoeppot. Ja, en die het echt lekker vinden. Ja. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Ja, we kunnen niet meer praten, dan komen er insecten. Dat dus. En tot de volgende keer. Doei.